Fratella! Wim, opnieuw gefeliciteerd met het kampioenschap. Ja, dankjewel. Jouw initialen die, hebben een bijzondere betekenis, geloof ik, behalve Wim Kwakman. Hè? Ja, daar is hij niet mee begonnen. We hebben natuurlijk C1 en dan word je bij Ajax regelmatig kampioen. Dus hij niet kwam met weer kampioen. Ik wil u een enorm compliment maken, dat heb ik toen al gedaan. En ik wil het nogmaals even uitspreken op de manier waarop jullie het jaar zijn doorgekomen en je dus op deze manier hebben gepresenteerd. Als je 9 punten denk ik nu voor staat. En ze hebben het er maar snel afgehaald. Maar dat soort cijfers op het scorebord zet, ben je een verdiende kampioen. Nogmaals, namens Ajax ook, de manier waarop je dit jaar hebt doorgemaakt, groot compliment. Het is een 3-0 bij rust. Heb jij gezegd van de jongens, we moeten er makkelijk 10 kunnen maken vandaag of niet? Nou, ik heb gezegd, jullie moeten er 8 maken, anders dan hebben we loopjes donderdag. En vandaar dat er gas gegeven werd. Het werd 12 en Jan merkte net terecht op, Jan onder de kring, geen 8, dus even goed loopjes. Maar dat ga ik direct even de kleinkamer vertellen, maar dat is dan meer als een grapje bedoeld uiteraard. Ja, komt ie. Ja, ga maar gefilmd. Zijn jullie een ware kampioen? Ja, ik denk het wel. Als we bij elke wedstrijd goed hebben, als team hebben gespeeld. Ik denk dat we verdiende kampioen zijn.
Ja. Mickey, wat vind jij ervan als tweede aanvoerder? Ja, ongeveer hetzelfde. Ja, we hebben goed gespeeld als team het hele jaar door. Dus ja, ik denk wel dat we terecht kampioen zijn geworden. Armin, jij wilde per se de penalty nemen, of niet? Jazeker. Waarom dan? Omdat ik 0 doelpunt had en ik heb nu 1 gescoord. Dat was je eerste van het seizoen? Ja, eerste van het seizoen. Waarom zijn jullie de terechte kampioen dit jaar? Omdat we goed hebben gespeeld. We hebben alle wedstrijden gewonnen. Alles gewonnen? Ja. Alles toch? Hoeveel dan? Ik weet niet, we gaan het volgende dag. Maar in ieder geval, we hebben veel wedstrijden gewonnen. We hebben veel punten gehad.